Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Dit keer specifiek over de Arthur Laser Master 3. Het gaat een korte video zijn. Dit zijn de weken waarin ik op zaterdag in België te gast ben. Bij het evenement Mode Meets Modelbouw in Kapellen op het winkelcentrum. Het begin van de video heeft hij daar een afbeelding van gezien. U bent daar ook aankomende zaterdag en volgende week zaterdag van harte welkom. Dan praten we over 11 maart 2023 en 18 maart 2023. Daardoor heb ik niet alles hier opgesteld staan aan mijn laser. De omkasting is eraf omdat die meegaat naar België. En vandaar een korte video, dus geen video over iets wat ik maak of niet maak. Dat zal nog 1 of 2 weken weer duren voordat we daarmee aan de gang gaan. Wat ik in deze video wil laten zien zijn 2 aanpassingen die ik heb gedaan. Een tijdje terug heb ik een video gemaakt over het maken van het werkbed van die Ortho Laser Master 2. De hoekpunten waar zeg maar, de omkasting in komt te staan en dergelijke. En ik heb toen al aangegeven dat ik zat te wachten op onderdelen voor opnieuw de camera te monteren. Dat is 1 ding wat ik ga laten zien hoe ik dat heb gerealiseerd in deze, op dit werkbed van deze Ortho Laser Master 3. En het andere is, dat is eigenlijk het oplossen van een probleem. Als je gaat kijken op het internet welke laser je ook koopt, elke laser heeft wel een probleem ergens. En dat kan van alles zijn. Altijd misschien zelfs wel meerdere dingen. In dit geval is een van de belangrijkste dingen is de air assist die aan de bovenzijde, en ik zal dat zo laten zien, aan de bovenzijde van de laserkop gemonteerd zit. Daar kan je een dopje uithalen. Vervolgens kan je daar een slangetje in doen. En dat slangetje, dat is het slangetje voor de air assist. Er hoort een klein kapje onderaan de laser te zitten. Dit kapje samen met het buisje wat nodig is voor de air assist. Zorgen er echter voor dat er een bepaalde vortex ontstaat onder de laser. Waardoor je laserkop erg snel vies gaat worden, maar ook datgene wat je laser toch niet op de gewenste manier gezuiverd wordt. Althans niet door de air assist, dus de hoed weggeblazen wordt. En daarvoor heb ik dus iets gedownload wat iemand gemaakt heeft. Het is niet door mij gemaakt, geen zorg. Ik heb er wel aanpassingen op gedaan naar mijn werkwijze. Ervoor gezorgd dat ik een betere air assist heb op mijn te snijden objecten. Want air assist is in principe alleen voor het snijden van objecten. Daarvoor heb ik onder andere een klein buisje in China moeten bestellen. Een buisje van 4 mm dik met een binnenmaat van 2 mm. Ik ga je dat laten zien. Eerst maar eens even naar de camera. Standaard. De Ortho Laser Master 2, dat is degene die we hier zien, had ik op de achterzijde van de extrusie een extra stuk extrusie geplaatst waaraan die camera gemonteerd zat. Nadeel ervan was een beetje de beweging die in die extrusie zat, waardoor het toch een heel klein beetje flimsy was. Bovendien, de Ortho Laser Master heeft niet zo'n aluminium extrusie met zo'n sleuf erin, waardoor je dat zeg maar kunt gaan monteren. Dat moet dus op een andere manier. De manier waarop dat bij de Ortho Laser Master bij mij is opgelost. Er is maar heel weinig ruimte voor, dat zeg ik gelijk. We zien namelijk die paarse hoekpunten van de omkasting. En daardoor is er aan de zijkant slechts heel weinig ruimte. Maar wat ik gedaan heb, ik heb wat extra extrusieonderdelen besteld. Even kijken of ik het goed in beeld krijg hoor. Ja, daar zijn we. Waardoor ik zeg maar 2 rechtopstaande extrusiedelen kon monteren. Ik had ze op maat kunnen zagen, maar ze zitten straks in de binnenkant van de behuizing. En dus zitten ze me niet in de weg. Ik heb ze vastgezet met 3 hoekstukken. Elk. Voor stevigheid. En dan daarin weer diezelfde hoekextrusie om dat vast te maken, zeg maar. Nou, wat ik extra moest bestellen, waarom het duurde, waren onder andere deze delen en wat schroefmateriaal. Maar daardoor zit nu die cameramontage op de werkplaat gemonteerd en dus niet op de laser. De reden waarom dat dus niet kon, was omdat dit dus gesloten is bij de Ortho Laser Master 3. Nou,
We zien hier de camera zitten. Hij is nog niet gecalibreerd en geïnstalleerd. Dat ga ik pas doen als de omkasting eroverheen is. Als ik zeker weet dat alles goed zit, dan kan ik ook die kabel goed wegwerken. Maar hij hangt in elk geval boven het midden van het werkbed van de Ortholaser Master 3. En op deze manier zou ik die camera moeten gaan kunnen kalibreren. Dat ga ik niet laten zien op video. Ik heb een tijdje terug een video hierover gemaakt. En het werkt natuurlijk precies hetzelfde. Het tweede waar we het over hadden was over de vortex. Oftewel de wind die wat rare dingen deed bij het blazen bij die R-assist. Nou, die R-assist, we zien daar dat dopje voor. Ja, sorry voor de beweging op de camera, maar ik moet hem loshouden nu. Hier is een dopje. Als je het dopje eruit haalt, kan ik dit slangetje wat je hier hebt, kan ik daarin doen. En vervolgens zal dan de lucht door de laserbehuizing naar beneden gespoten worden. En helemaal onderaan zie je hier een buisje en daar ontstaat die vortex. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb om te beginnen deze onderdelen, wat je hier ziet, dat zit bij de laser. Net als de slang. Ik heb 3D geprint een onderdeeltje wat ik online van iemand gevonden heb. Ik heb het alleen aangepast. Het is gewoon een rechthoekig gedeelte met een buis aan de binnenkant. Ik heb ervoor gezorgd dat aan de onderzijde, en daar wordt het lastig om te tonen, het wel proberen natuurlijk. Even kijken. Ja, we gaan het hier ongeveer zien. Hier heb ik zeg maar die buis aan de onderkant ingedaan. Dit hier zie je die buis lopen. Die buis die kun je buigen. Die heeft dus een 4 mm buitenmaat, 2 mm binnenmaat. En die heb ik uitgericht op de laserstraal die hier straks uit gaat komen. Je zult je afvragen van ja, op dat moment kun je dus niet dat oranje opzetstukje gebruiken. Nou, dat klopt. Maar voor mij is dat niet zo erg, omdat mijn omkasting heeft een soortgelijk oranje doorzichtige venster in de omkasting, waardoor ik de laser kan zien. En ik niet bang hoef te zijn voor dat laserlicht, want dat wordt geabsorbeerd door dat oranje. Vandaar dat ik het kapje daarvoor niet nodig heb. Ik heb hem ook zeg maar in feite simpel vastgezet met om te beginnen 2 stukjes dubbelzijdige tape, boven en onder. En dan kabelties die je in China kunt bestellen, waar ik er een keer 200 van besteld heb. En die zijn heel handig, die dingen. Want je kunt er heel goed kabels mee wegwerken. Maar dus ook dit soort zaken vastzetten. Ik heb er al mee gelezen, alleen nog niet mee gesneden. Dus ik heb nog niet de R-assist getest hierop. Maar dat gaat geen probleem zijn, want als de R-assist hier bovenin zit, dan geeft mijn R-assist, en dat is een aquariumpompje, je ziet hem hier staan, die geeft meer dan genoeg lucht. En zodoende hoef ik niet bang te zijn dat hij te weinig gaat bieden. Nou, dit zijn de 2 aanpassingen die ik heb gedaan. Ik weet, het is wat lastig gefilmd vandaag. Desalniettemin, wou ik je toch niet onthouden. Korte video, voordat we weer over 1,5-2 weken echte video's kunnen laten zien, omdat ik dan alles weer geïnstalleerd heb en weer gewoon kan werken zoals gebruikelijk. Tot de volgende keer. Ik hoop dat je het leuk vond. En misschien zien we elkaar wel in Capelle aankomende zaterdag of die zaterdag erop. Dag!